Schaafhieldhuis, ja, behoorlijk. Jin terug hier al, hè? En af en toe even spelen. Dus hoor ik Matthijsje net rijden, hè? Die vorige keer, ik was dat wel. Ja, nee, maar dat is altijd mooi. Even los, af en toe. Even het luie sweater uit. En dan ben je haast op je 52e maand. Nou, dan. Nee, mooi, mooi. Vooral de oude nummers blijven bestaan, natuurlijk. En die worden wel eens wat ongepast. Dus ja, dat verhoort wel. We hebben wat nodig sound, omdat we 2 jongens erbij hebben. De laatste jaren, Simon en Jelle. Dus Jelle krijgt ook weer nodig sound. Ik ken mijn koor al van 87 of zo. Ja. Dat is echt al heel lang. En heel soort Marco spelen. Ik zit natuurlijk altijd in een andere band. Maar heel soort Marco spelen en ik bij mijn koor gewoon thuis west en weet ik veel. Dus toen ben ik mij bellen van, wordt al in incursion? Ja, ik zei ze nee. Dat ja, leuk. Het hier altijd wel meer namen als oorbeets inderdaad. En nou ja, omdat ik het altijd, ja, we konden goed maken vinden. En ik heb maar de Benny's ook in de Junkyard Dog zitten natuurlijk. Dus ja, dat heeft wel wat historie maken hoor. En, ja. Hij krijgt geen verkeering, maar dat was. Dat mag wel een beetje. Wij hebben wel verkeer, maar dat is meer een langste relatie, dus ja, dan. Ja. Wij, Rabat en ik, met Masje te Amoen. Ja. Op zolder. Op een hooizolder. Hooizolder? Ja, bij Oebelen. Wat doe je op een hooizolder? Die hele horen dingen op een hooizolder. Daar let ik mij net over uit. Ik heb het net over gehad. Hele andere nummers, maar... Ja, er weer wat oren noemers. Maar, oh, je satanistisch, hoor. Ja, dat weet toch nog wel echt in de sfeer metal. Metallica, hè? Ja. We hebben eigenlijk eerst een Metallica coverband. Ja. Wat Slayer. Maar dan wist ik krijg James Hetfield op het podium. Ja. De eerste keer dat ik hem zie, was een treibal in Haas. Ja, ik ben ook Haas. Wie gewoon James Hetfield. Ja. Dat hier, de gitaar, dat strakke broekje. Met zo'n gitaar aan het ja, zelfde gitaar, ja. Het was gewoon een mooie, het lag lekker in de mollen. En weer foutje. En er zit een Mr. I. Het was een cassetteband weer opgeschreven en de I was vierten. Nou ja. Ja, maar ik ben hier een logo maken en ja, dat was zonder die I. Ja. Nou, mooi salet. En dat wisten we eerst net, maar toen zei je dat sinus en toen hielden we dat logo al en t-shirt en dat soort dingen. Dus we hadden maar zo hoor. Je begon met je bij hem dus, een beetje te knooien en te knooien. Ja, nou, Leon kwam er toen bij, hè. Die weet ik nog heel jong. 14 lopen ze, ja. En we oefenen om te sikkie. En met elke nummer spelen. En toen hadden we de eigen nummers en toen is Sjoerd erbij komen, de gitarist. En toen Benny van Oel. Ja, hoe kon je hem Benny? Ik hoorde hem net. Ben ik hoe je hem? Nee. Via iemand. Via Peter. Peter Teufels. Ja, we hebben hier een soort auditie van zangers. Ja.
En er waren ook, nou, er waren een hele prachtige longswest. En ja, het werd krek net, hè. En toen kwam Benny binnen. En Bosk hier. En, hè? Dat is echt... Die Uze Testament zanger dan, hè. Ja. En hier keer een stuk lawaai in de hoeverand. Petertje, die belde me een keer op van als ik hier langs kom, want ik weet toen Rodi bij Egger niet. Ja. En zo zie ik wat in die muziekwereld. Dus, en op die manier ben ik er wat bij gekomen. Dan ben ik een keer komen te zien op een sneurde medewerker. En die man hield inderdaad wat auditie. Ja. Nou, ik denk, alle meikers zijn brullen. Nou, daar ben ik weer voortgegaan en 12 weken later, toen bij ons op van Kistik Buus. Ik denk, ja, dat is nee. Je hebt 21ste nog eens in band voor de eerste show. Nou ja, het was gelijk van Dijk houdt samen planken. Nou ja, dan komt het meer uit al de Jerenzandig metal, de hard rock, purple, Uriah Heep en zulke scene, daar kom ik wat uit. Ja, en toen kwamen in één keer de Metallica's en de Slayers en de Forbidden en weet ik wel wat voor bands kwamen voorbij. Koest die muziek goed of wie dankzij die jongens? Nee, ik ben eigenlijk dat door de jongens ben ik eigenlijk in die speed en thrash metal belanden. Maar voorheen, ja, Metallica kon ik wel natuurlijk vanuit, toen zwaar het einde dat verhaal, toen kwam de naam op een pram. Nou, maar dat ik maar eens wel lust. Dat hier ik wel, ja, dat vond ik wel leuk. Maar zo Slayer en zo, nee, dat hier ik wel jet, maar. Nee, ja, ik bleef wat in de oren hingen, hè. Ja, ja. En nu zitten we al hier in de thrash metal. Ja, leuk. Ja. Slayer, Metallica, dat wie ik... Ja, dat is voor mij het eerste, ja. Ja, absoluut. Mijn eerste band wie ik een Metallica coverband. Maar, dat was wel letter als deze heren, dacht ik. Maar, zeg, wanneer weet dat zo? Vier jaar niet was wijzen, denk ik. Maar dan bestien we wel naar hier mee. Nee, dat ja, dus ja, dat wie al wat er was, maar ja, ik hetzelfde, ja. Ja, eigenlijk wel. Het is wel. Ik vind het de leukste stijl om te spelen. Thrash. Waarom? Ja, de agressie, de snelheid, de het gevoel. Ik weet niet, ik ken net precies omschreeuwen. Dat had iets eigens. Dat kan je niet uitleggen. Nee. Wat rock? Wat rock? Twee keer. Ja. Wie de eerste keer? Geweldig. Geweldig. Ja. Nee, hartstikke mooi. Een groot podium. Mooi ja, beleven. Ja, ja. Ja, geweldig. Mooi, mooi, lekker spelen. Was een Fries beentje. Wie de eerste keer een heel groot podium. Dus normaal spelen we dan wat in lietsere zaaltjes en zo. En het weer de eerste keer dat ik de bas omsluitte en dat we eerst een beetje op de monitoren zag. En toen dienden ze die hele grote boksen hoorn. Ja. En dat is wel zo'n ongelooflijk lekker gevoel. Ja, dat is zo'n prot en zo'n zwier geloerd dit komt. Ja, ik geweldig. Want wij hadden mijn koning erop staan, maar ik ging mijn gitaarkabel weer net eens langer nog. ik moest van de legwerk aan spelen naast huis. Ja. Van die Rodi heb ik dan een gitaarkabel in. Dat ik kon niet bij mijn versterker komen. Twee Friese mensen in het doen, als je hier hebt een exact. Ja. Dus we hier net eens als eerste. We hier als twarren. Nee, wie kicken natuurlijk, hè? Dat je op zo'n groot podium speelt, maatje. Mooi, hè? Mooi, grotere bands. Ja, als Fries bandje denk ik natuurlijk fantastisch. Ja. En ze hebben natuurlijk weer toen nog Goden, hè? Ja. Maar heel liedje Goden. De mannen weer net zo groot. Ze konden wel goed voetballen, toch? Ja, ze konden wel goed voetballen. Ja. Hij had zijn voetballen, ja. Dat is hier in Nederland, hè? Ja. Ja, wat er ook hier een bepaalde sfeer, die volgens mij nergens anders vinden koest. Het was altijd relaxed, alles draaide op vrijwilligers. Ja. Het was net duur, dus wie ik betaalbaar voor de meeste mensen. En het was gewoon die willen. En op een gegeven moment steeds groter. Dat vond ik zelf persoonlijk erg jammer. Want ik hier leven in jonge bands op een dag dan op een gegeven moment het traaipoort is. En dat, ja, dat is gewoon jammer. Dus ja, zonde. Ja. Ik denk dat ze gewoon terug gewoon weer op een oude voet aan hier van Waterrock voor mij nog steeds bestaan. Ja. Ja, tenminste dat is mijn mening. Waterrock, voor jou? Ja, poef. Een rollercoaster bijna. Zoveel herinneringen, zoveel... Ik heb ook een aantal jaren vrijwilliger geweest en dan de bands begeleiden. Dus, ja, bandbegel? Maak eens een praatje met Lemmy, maak eens een praatje met die, maak eens een praatje met die. Ja, dat is ja, zoveel bekend komst in, het is een grote reunie. Dat is echt even een dag, dat is gewoon lekker die ding door. Je hing net alleen de vrijwilligers van hier uit de buurt, maar ik uit IJmuiden kwamen ze en uit Valkenswaard in de lui. Heel Nederland, die kwamen speciaal daar om daar 2-3 dagen vrijwilliger te werken. Op te bouwen en weet ik veel. Ja, dat is toch fantastisch. Ik vond dat altijd ongemoedelijk. Daar hangt altijd een heel relaxte sfeer. En dat had ik eigenlijk op die manier net bij mij maken. Nee. Tjim, we zijn hier niet aan te stappen. Waarom eigenlijk? Ja, waarom eigenlijk? Ik denk eigenlijk een beetje...
toen kwam die grunge muziek heel groot in. En de metal, dat bleer eigenlijk een beetje teen begin jaren 90. Maar er waren ook niet meer zoveel optredens omdat die hinderwetvergunning weer verhoren. Dus heel veel podia dicht. Ja, die was, ja, het is die moment een beetje stil. Ja. Toen is het eigenlijk begonnen dat de regering alles verbiedde wat de burger leuk vindt. Nou, ze hebben even een politiek nummertje erbij. Ja, vind ik wel. Nou, toen is het ooit begonnen. Daar gaan we nooit om dingen. Ja. Politiek of gekke dingen verder. Ik heb heel veel zin in. We hebben ons kort zien het spelen. Dus ja, we moeten er even weer inkomen. Maar ja, lekker toch? Lekker burger? Ja, fijn. Ja, ik proef je al 200 meter van mijn huis. Ik kan er zo heen rennen. Oh, het is toch lekker om wat te doen. Huh? Weer even dat snelle en het stint gelijk weer ook naar huis. Dus knallen. Ja, we zijn bezig met nieuwe nummers. Hey. Misschien speuren we er wel een. Misschien speuren we er een. Tenminste, als hij de tekst nog een beetje kent. Ik ben niet met jongeren. Nee. Nee. Hoe heet dat? Nee, jongeren. Nee, maar een beetje. 16 meter bands. Ja. Maar toch in keuze in 2018? Pittig. Hartstikke leuk. Ik had er een prop nog in. Het is een leuke line-up wat we deelt zetten. Of hem deelt zetten. Het is een heel afwisselend. Dus ja, ik ben heel benieuwd wat sommige publiek van u zegt. Die zullen nou ooit wel eens jet hebben. Maar, ja, dus ik denk bij sommige liedjes hier is dat ik daar dan weer een oranje is, hè? Maar nee, ik leuk, echt leuk. We gaan even batsen, een golle batsen zat ze vroeger. Dus dat doen we even.